Hallo, ik ben Linda Lovrovic. Hi, ik ben Ilse. Mijn naam is Else Robroek. Hallo, mijn naam is Petra. Hallo, ik ben Neroes de Pienemister van Waardroes. Ik ben Bart, sinds een paar jaar lid van de Algemene Vergadering van Wolpurgis. Ik ben zelf theatermaker en ik sta zelf op de vloer. Maar op een gegeven ogenblik was ik wel nieuwsgierig hoe zo'n gezelschap achter de schermen wordt opgebouwd. En ik weet nog dat ik dat toen best... ja, verrassend vond, omdat ik dacht, wat kan ik nou toevoegen in een bestuursorgaan? Maar ik vond het ook leuk om zelf te ontdekken wat dat was. Wij worden actief betrokken bij het denken over de toekomst, bij het denken over samenwerkingen. Dus het gaat niet alleen over cijfers, ook wel natuurlijk belangrijk, maar het gaat ook over een betrokkenheid bij het algemene, bij het inhoudelijke, en daar doen we het voor. Wolpurgis maakt een transitie door, van een producerend muziektheatergezelschap naar een huis voor verschillende makers met een meer inclusieve praktijk. Hier liggen kansen, ook voor nieuwe leden van de Algemene Vergadering. Wolpurgis is op zoek naar een nieuw lid voor Algemene Vergadering. Iemand die plezier uithaalt om onderdeel uit te maken van een culturele sector. Je krijgt inzicht in een veranderende organisatie, zowel voor als achter de schermen. Je leert hoe Wolpurgis zich artistiek en zakelijk verhoudt tot de maatschappij en tot zijn stakeholders. Het bestuur en de Algemene Vergadering is een echte ploeg die regelmatig samenzit voor overleg. Als lid van Algemene Vergadering ben je deelgenoot van een enthousiaste team. Vergroot je je netwerk en... ontwikkelt je kennissen en je vaardigheden. Als jij ook nieuwsgierig bent of ons team wil bijstaan, raad en daad op basis van jouw persoonlijke achtergrond en kennis, dan willen wij jou heel graag van harte welkom heten. Ik vind dat je lid moet worden van de Algemene Vergadering van Wolpurgis als je wil bijdragen aan een intrigerend en eigenzinnig muziektheatergezelschap. Ook als je denkt dat je helemaal niks te melden hebt of als je denkt dat is niks voor mij, misschien is het dan juist wel leuk om deel te nemen, want nieuwe blik op een organisatie in verandering. Het is echt verrijkend om dit van dichtbij te mogen meemaken.